Elk jaar verschijnen in het najaar de berichten dat we de koudste winter in tijden gaan beleven. En ook dit jaar was het weer het geval. Ja, seizoensverwachtingen zijn gewoon heel lastig om te maken. Zelfs bij de 30-daagse weersverwachting zien we al dat het soms heel lastig is om uitspraken te doen over het weer op de wat langere termijn. Op dit moment zien de 30-daagse weerkaarten er koud uit. Er zijn signalen dat er zelfs sneeuw mogelijk is met de kerst. Aan de hand van de nieuwe 30-daagse weerkaarten ga ik proberen een antwoord te geven op de vraag of het inderdaad koud wordt en of er sneeuw gaat vallen met de kerstdagen. achter mij de weerkaarten zoals we ook de vorige keer zijn begonnen voor de komende dagen. En wat we zien is een hoge drukgebied. Een hoge drukgebied dat in eerdere edities van de 30-daagse weersverwachting duidelijk naar voren is gekomen en inmiddels is dat hoge drukgebied ook aanwezig. Dit weekend ligt de kern ervan op de Noordzee in de buurt van Nederland. En dat betekent dat in onze omgeving er weinig wind staat. Het is grijs en grauw, donkere dagen voor kerst en lage drukgebieden die liggen op ruime afstand, bijvoorbeeld op de Atlantische Oceaan, ook nabij de Azoren, waar normaliter de luchtdruk hoog is. Dat hoogdrukgebied heeft zich dus verplaatst richting de Noordzee en lijkt er dit weekend nog wel even te blijven liggen. Geleidelijk aan stroomt er in de loop van het weekend ook koudere lucht Scandinavië binnen en als het hoogdrukgebied langzaam wat meer naar het noorden beweegt. Dan kan die koude lucht ook meer richting Centraal-Europa doorschuiven. Maar de lage drukgebieden op de oceaan worden ook krachtiger gedurende de volgende week. En juist richting kerst komen ze vanuit het zuiden dichterbij. En wat ze precies gaan doen, dat is gewoon op dit moment heel lastig aan te geven. In ieder geval zien we dat de hele koude lucht de oceaan opstroomt. Flinke oostenwinden ten noorden van die lage drukgebieden. En zuidwestenwinden, die waaien aan de andere kant. En die proberen dus zachtere lucht Europa binnen te blazen. Maar waar Nederland in terecht komt, dat is nog eventjes de vraag. Of net aan de koude kant, of gewoon aan de zachte kant, zoals we dat meestal zien in de winter. Als we kijken naar de weerkaarten voor de komende 30-daagse en bijvoorbeeld voor de temperatuurafwerking voor volgende week, inclusief de kerstdagen, dan zien we dat de berekeningen aangeven dat het duidelijk kouder wordt ten opzichte van wat er de afgelopen 20 jaar zich heeft afgespeeld in onze omgeving. Temperaturen zo'n 3-4 graden onder normaal. En dat betekent dat het s'nachts misschien wel eens een keer matig kan vriezen lokaal. En overdag de temperatuur rond het vriespunt schommelt. Nog kouder is het ten noorden van ons, bijvoorbeeld in het Europese deel van Rusland. Daar worden echt flinke afwijkingen wat betreft de temperatuur verwacht. En dat komt natuurlijk door een luchtdrukverdeling die winters is, met hoge druk in de buurt van Schotland, IJsland. Het hoge drukgebied schuift dus wat meer naar het noordwesten. En aan de oostvang van dat hoge drukgebied kan dus die koude lucht vanaf de pool helemaal uitspreiden over het oosten van Europa. Ja, wij zitten een beetje op de grens af en toe, weet die koude lucht door te dringen, maar. Laten we ook niet de rol onderschatten van die lage drukgebieden. die geleidelijk aan komen opzetten vanuit het zuidwesten. En het interessante is: dit is de berekening zoals we die afgelopen dinsdag. tot onze beschikking hadden. De nieuwste berekening. in grote lijnen nog steeds hetzelfde. met hoge druk ten noordwesten van ons. maar iets noordelijker. En die lage drukgebieden krijgen dan gelijk wat meer invloed. zelfs tot over Frankrijk. En laten we niet vergeten, het zijn 50 berekeningen. Er zitten berekeningen tussen waarbij die lage drukgebieden net wat noordelijker liggen en die zachte lucht daadwerkelijk onze omgeving binnen kan zijpelen. En dan gaat er natuurlijk gewoon regen vallen met de kerstdagen. En in de huidige pluimgrafiek van het ACMF, die voor 15 dagen vooruit berekent, kunnen we ook heel duidelijk zien dat er een tweedeling wordt berekend. Het is echt letterlijk het ene of het andere scenario en niet datgene wat er tussenin zit. Oftewel. De komende dagen hebben we in eerste instantie met zacht weer te maken. Maar begin volgende week, dan stroomt koudere lucht ons land binnen. Dinsdag, woensdag en misschien ook nog wel donderdag. Dat zijn koude dagen met temperaturen die overdag maar net boven nul komen. Maar daarna zien we de operationele run en toch wel een grote bundel van berekeningen die duidelijk hogere temperaturen berekent. En dan valt er natuurlijk gewoon met de kerst regen. Maar er is ook zeker een cluster die voor de koude variant kiest. En na de kerst. Ja, dan is er eigenlijk weinig van te maken. Wat betreft de neerslagkansen, die nemen ook duidelijk toe. Ja, en afhankelijk van de temperatuur is het of regen of sneeuw. We moeten gewoon nog even geduld hebben om een uitspraak te kunnen geven... over wat ons met de kerstdagen staat te wachten. Ja, en als we dan verder kijken, de luchtdrukafwijking... bijvoorbeeld de eerste volle week van januari, maar ook de week daarna... die laten toch nog wel hoge druk invloeden ten noorden van ons land zien. En temperatuurafwijkingen, bijvoorbeeld tussen kerst en oud en nieuw... die onder normaal zijn... En zelfs tot midden januari is dat het geval. Maar het signaal wordt zwakker en zwakker. Het zijn 50 berekeningen en ik denk dat als we al die losse berekeningen gaan bekijken, dat er zowel ook heel veel zachte berekeningen tussenkomen. In ieder geval meer dan wat we de vorige edities zagen, oftewel de onzekerheid neemt echt heel erg toe. Sleutelmoment is waarschijnlijk rond de kerst. Als het dan de koude opties zijn die als winnaar uit de bus komen, dan kan dat ook gevolgen hebben voor de wat langere termijn. De komende dagen komen we daar regelmatig op terug en op weerplaza.nl kun je twee keer per dag de weerpluim bekijken van het ACMWF-model. Kun je dus zien of die koude of zachte members steeds meer bijval gaan krijgen. Dinsdag weer op onze website een textuele uitleg van de 30-daagse weerkaarten. Volgende week vrijdag weer een video. Tot de volgende keer.